Er was al een boek, toen een toneelstuk en nu ook een tv-serie op Videoland. Judas, het verhaal van Astrid Holleder, staat vanaf zondag online. Ik wil dat Willem weer de bak in gaat. Want daar hoort hij. Je bent wel zijn zus. Dat maakt niet uit. Als je niet met hem bent, dan ben je tegen hem. Dan ben je tegen hem. Ben je klaar, Astrid? Ja, klaar. We gaan tegen Wim getuigen. Dat pikt hij nooit. Als wij niet stoppen, dan doet niemand het. Ik doe heel veel voor jou, maar ik doe niet alles voor jou. Want jij bent gewoon een ondankbaar kind. Niemand kan je dwingen om de kant te kiezen van mensen die je familie wil vermoorden als niemand. Ja, we gaan hierover verder praten met de rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Saskia, ja, jij hebt de eerste twee afleveringen gekeken. Ja. En wat vond je? Ja, ik vond het boeiend. Ik heb natuurlijk het boek Judas ook gelezen. En ik hoor Astrid en Sonja regelmatig in de getuigencabine in de rechtbank. Ja. Dat gevoel dat zij daar schetsen van die dreiging die er continu was. Het feit dat hij eigenlijk ook als hij niet in de buurt was toch hun leven beheerste. Ja. Dat komt wel heel duidelijk uit die serie naar voren. Is het ook raar om te zien omdat al die situaties die worden min of meer ook geschetst in de rechtbank. Ja. En nu zie je het gespeeld voor je. Ja, nou ja, ik had mezelf natuurlijk ook al een beeld gevormd op basis van het boek. Je leest het boek, ik ben naar het toneelstuk geweest, heb ik ook gezien. Dus ja, je bent wel gewend aan bepaalde beelden bij de dingen die je hoort, de verklaringen die je hoort, de geluidsopnamen die je hoort. Maar het was inderdaad wel grappig om te zien hoe er even zo'n scène in een van de eerste afleveringen zit, waarin Willem tegen zijn zus zegt, zet die auto even aan de kant. Ja. En dan stappen ze uit op een parkeer. Plaats langs de snelweg, dat verkeer dat raast door. En hij vertelt dan in haar oor, zoals ze dat ook steeds uitlegt in de rechtbank, wat er volgens hem aan de hand is. En dat is dan iets wat niet mag worden gehoord. Hij vertrouwt die auto niet. Is die wel schoon? Vroeg hij ook toen hij erin stapte. Ja, en alles wat hij haar wilde vertellen, wat geheim moest blijven voor politie en justitie, dat werd gefluisterd. Ja. En dat gebeurde op openbare plekken waar geen microfoons waren en zo, waar die niet kon worden afgeluisterd. Ja, Astrid die blijft altijd buiten de buiten het zicht. Ja. Altijd afgesloten in cabines. Ja. Alhoewel ze ervoor natuurlijk ook een heel leven heeft gehad. Kun je iets zeggen over de hoofdpersoon een beetje lijken? Want Gijs Naber speelt Willem Holleder. Ja. Die heeft nu een nog veel grotere neus dan Willem Holleder in werkelijkheid heeft. Ja, ik vind die neus een beetje te dik bij Gijs Naber. Mm. In de zaal, als ik hem zie, denk ik, nou, hij is wel lang, maar wat minder dik. Maar zeg maar, de manier waarop hij Willem Holleder neerzet, zoals Astrid hem schetst, dat is hem wel. Ja. Ja. Die blik, er wordt er continu ingezoomd op die gezichten. Je ziet continu de angst van Astrid en van Sonja. Je ziet continu die dreiging die uitgaat van die enorme felle blik in de ogen van Willem Holleder, / Gijs Naber. Ja. Ik denk dat hij dat wel heel goed heeft getroffen. Het is natuurlijk wel Astrid's versie van de gebeurtenissen. Astrid's Willem Holleder, zeg maar. De manier waarop zij haar broer heeft neergezet in haar boek Judas. Daarvan zegt Willem Holleder zelf natuurlijk van nou, allemaal onzin. We gingen prima met elkaar om. We waren een gezellige familie. En ja, we scholden wel eens tegen elkaar. Maar ja, we zijn Jordanezen. Wat wil je? Ja, want we zitten dus in de unieke situatie dat hij voor een groot aantal zaken voor de rechter staat. Ja. Zijn zussen beschrijven uitgebreid zijn gedrag. Ja. En het gedrag wordt nu fictief neergezet, maar wij weten niet of het de waarheid is. Althans, we zijn er zelf allemaal niet bij geweest. Nee. En dat loopt eigenlijk simultaan met een rechtszaak. Ja, dat klopt. Dat is vrij uniek. Ja, dat is inderdaad vrij uniek. En dat ergert Willem Holleder ook mateloos. Dat merk je iedere keer. Daar zegt hij ook steeds dingen over tijdens de rechtszaak. Hij vindt dat Astrid de boel naar haar hand zet, dat ze de zaken manipuleert. Ja, tegelijkertijd kun je zeggen, misschien dat hij een koekje van eigen deeg krijgt. Want hij heeft natuurlijk, voordat hij werd aangehouden op verdenking van al die moorden, zelf veelvuldig de publiciteit gezocht en ook gemanipuleerd. Mm-hmm. Denk aan zijn optreden in College Tour. Denk aan zijn column in Nieuwe Revue. Hij verscheen overal in Amsterdam op zijn scootertje. Ging veelvuldig en graag op de foto met iedereen die dat met hem wilde. Echt bescheiden heeft hij zich niet opgesteld. Nee, en hij heeft natuurlijk ook gewoon de publiciteit bespeeld. En ja, dat zijn zus nu hetzelfde doet, dat komt hem natuurlijk verschrikkelijk slecht uit. En dat vindt hij niet leuk. Ja. Maar ja, dat kun je haar misschien nauwelijks verwijten. Ja, de twee hoofdpersonen zijn dus Astrid en Sonja Holleder. Nou, de actrices die hebben daar een beetje hun eigen modus in gevonden. Ze wilden niet een kopie ervan zijn. We doen ze niet na. Laat me dat eventjes duidelijk stellen. Die lijken ook niet op ze. Ja, daar mogen we niks over zeggen. Nee. Dat klinkt heel interessant, maar maar we doen ze ook echt niet na. Want we kenden ze niet van tevoren. Dus we zaten echt in een
proces van film maken toen we ze een keer hebben ontmoet. Dus ja, je kan niet opeens je haar anders gaan. Dat werkt niet. En nadoen natuurlijk al helemaal niet. Een van de actrices is de rechtbank binnengegaan. Ja, beide hoor, heb ik begrepen. Ze hebben beide de zaak bezocht. Maar inderdaad, de actrice die Sonja speelt, die ging daar even in de fout. Want ja, die wilde zich kennelijk zo inleven in haar rol dat ze een opname probeerde te maken van het getuigenverhoor van Sonja om te horen hoe zij sprak. Ja, en dat mag niet in een rechtbank. Ja. Het was een misverstand, denk ik. Zij zag allerlei journalisten zitten met laptops en met telefoons en heeft toen gedacht dat dat wel kon. Ja. Maar ja, al vrij snel, toen zij, ik denk, twee zinnen had opgenomen van wat Sonja zei, werd zij door een medewerkster van de rechtbank van de publieke tribune geplukt, mee naar buiten genomen. Die had geen de idee opname dat zo moest werken. Worden geweest. Nee. Nee, en ze mochten ook niet meer de zaal in. Ja, daar zijn ze dan toch wel heel streng in, hoor. Ja, maar weten wij iets of zij echt heel uitgebreid met die dames hebben gesproken? Ja, dat weten we dus niet. Nee. Ik heb begrepen dat ze hebben elkaar ontmoet. Ja. Dus ze hebben elkaar ongetwijfeld gesproken. Maar ja, dan leer je elkaar natuurlijk niet zo kennen dat je exact weet hoe iemand zich gedraagt in zo'n situatie met broer Willem Holleder. En ja, wat gelijkenis betreft, ja, Astrid is donker en Sonja is blond. En of ze dat nog steeds zijn, dat weten we niet. Nee. Maar dat is dan misschien de enige gelijkenis. Maar ze hebben er echt hun eigen invulling aan gegeven. We zitten natuurlijk ook in de situatie dat er wel eens vonnissen zijn geweest. Mm-hmm. Waarin de rechtbank rekening houdt met, nou, er is heel veel publiciteit geweest. Ja. Daar bent u al gedeeltelijk door gestraft. Ja. In een hele, ja, misschien abstracte situatie nu nog, zou dat straks ook kunnen gelden. Dat de rechtbank zegt, meneer Holleder, we hebben niks kunnen bewijzen en u bent al, we hebben wel wat kunnen aantonen, maar u bent zo gestraft. Ja. En daar heeft Astrid dan op een bepaalde manier aan meegewerkt. Nou ja, het is de vraag natuurlijk of de rechtbank dat in dit geval ook vindt. Ja. Omdat Willem Holleder natuurlijk zelf ook de publiciteit nooit geschuwd heeft. Je zou kunnen zeggen dat tijdens zijn proces misschien wel schadelijk is. Aan de andere kant denk ik dat de rechtbank zich heel goed aan al die invloeden kan onttrekken. Ja. Daar zijn ze professioneel genoeg voor. Zouden de rechters het kijken, denk je? Weet ik niet. Ja. Dat weet ik niet. Ik zou het me kunnen voorstellen, maar ja, dat zullen ze niet snel zeggen, hoor. Nee. Dat gaan we niet te horen krijgen, denk ik. Ik weet ook niet of ze naar het toneelstuk zijn geweest. Nee, nee. Hebben ze zich in ieder geval niet over uitgelaten. Maar het kan dat in een vonnis wordt gezegd van, ja, u bent wel degelijk geschaad door alle publiciteit. Maar als er een aantal moorden bewezen kan worden, dan zal dat voor een levenslang niet uitmaken. Niet nee, nee, meestal, nee. Nee, meestal heeft dat misschien een paar maanden verschil, levert dat op voor een vonnis. Maar ja, als er een levenslang zal worden uitgesproken, dat weten we natuurlijk niet, maar stel dat, ja, dan maakt dat natuurlijk ook niet zo heel veel meer uit. Ja, tot slot, jij bent rechtbankverslaggever en nadrukkelijk geen recensent. Alhoewel de laatste tijd schuift dat er automatisch een beetje in het huidige misdaadcircuit. Ga je verder kijken? Smaakt het naar meer? Hoe zit ik ga wel verder kijken. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe ze bepaalde dingen in beeld brengen. En kijk, Judas is natuurlijk een enorme pil. En om daar dan de essentie uit te halen, ik vond dat in het toneelstuk al verdomd knap werd gedaan. Ja. Die eerste twee afleveringen, de eerste bijvoorbeeld, heeft wel een binnenkomer, hoor. Die begint al meteen met een aanslag op Cor van Hout. Dan heb je al zoiets van, wow, oké. Okay. Ja, heeft ook allemaal echt plaatsgevonden in de Deurlo-straat. Ja, precies. Ze reed ook in een auto uit die tijd. De stratensetting is precies zoals die daar was. Goed werk geleverd wat dat betreft. Ja. En dat Cor van Hout is in die eerste twee afleveringen ook heel nadrukkelijk aanwezig. Ja, tot het moment van de geslaagde aanslag natuurlijk. En dan is hij dood. Maar dan blijft hij boven die markt hangen. Ja. Dat, ik ga wel verder kijken. Ik ben wel geboeid. Saskia Belleman, dankjewel. Graag gedaan.